En Jaden, vind je het spannend? Ja, het ziet er lekker uit. Ziet het er lekker uit? Te lekker. Koekenbanana, koekenbanana. Ja, la 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 la. Alles is van mij. Deze neem ik erbij. I'm your worst nightmare. Hele goeie dag allemaal. Welkom weer aan mijn nieuwe vlog hier op Good Life. Good Life. De kinderen zijn net klaar met het huiswerk. En nu heb ik een verrassing voor ze. Want namelijk, ik ga mijn zusje halen, Selina, met hun neefje en nichtje. Yay! Met Selina! En dan gaan we daar in huis nog iets leuks doen. Met Divano? Mag ik weer ook al niet? Nee, Divano vandaag. Ja. Alleen Divano. En dat is toch voor de kinderen ook, hè? Je komt nergens, je ziet nergens. En dan met mijn zusje zo een beetje rolleren. De ene keer die andere. Zodat je elkaar toch een beetje ziet. Dus ik ga ze heel even gauw ophalen. En dan moet ik ook heel eventjes snel naar de winkel. Ik moet nog een paar onderdelen halen. Want ik ga vandaag, ja, milkshakes, fruitshakes. Met kwark, met yoghurt, met ijs maken. Ja, dus we gaan dat dadelijk allemaal uitproberen. We gaan een proefchallenge doen. Nee, het is geen proefchallenge. We gaan gewoon experimenteren en knallen even maken. Ja, een beetje rustig, want daar sla ik yes. Is het goed? Ja. Dan ben ik zo weer terug. Even wat boodschappen gehaald voor van de week. En dan kunnen we weer zo naar huis. Alleen, we staan mooi achter in een rij. Dus hier staan we nog wel heel eventjes. En we zijn weer thuis. Wat zitten jullie lief? Hey, de bal! Sneda! Zou het? Misschien is het al post. Hey, Sneda! Ik zag hem voor. Waarom zitten jullie allemaal hier aan de tafel? Wij zijn milkshakes maken. Oké, en weten jullie hoe dat moet dan? Ja, je moet ijsblokjes erin. Eerst doen, ijsblokjes. En daarna... ijs erin en banaan en een chocoladesaus doe ik allemaal erin. Terwijl jij er lekker een milkje van maakt. Want we morgen we gaan ons de beurt. Weet je wat, als het lekker wordt, hè? Shania is de coördinator, die gaat ze helpen een beetje. Sure. Geef Jelisha een lepel. Lukt het? Ja. Ah. Dus we hebben hem lekker. Eigenlijk moet je met ijsschepje doen, maar doe het met de lepel, want wij hebben geen ijsschepje. Jij mag, dat klopt ja inderdaad. We hebben geen ijsschepje. Ben ik eens benieuwd. En Jaden, vind je spannend? Ja. Wat vind je er spannend aan? Dat Alicia die trap krijgt. Zal het lukken? Dat Alicia! Ah, wat nu? Ik moet de mes hebben. Een banaan. Ik gewoon openmaken zo. En dan kan je hem zo in één keer erin leggen. Bereken maar aan twee of drie stukjes. Nee, doe het gewoon zo. Dat moet toch? Ja? En wat wil je nog voor fruit erbij? We hebben aardbeien, frambozen, blauwe bessen, kersen, aardbeien. Shania, de aardbeien. Zo. We hebben ook twee verschillende. Klopt. Bessen en blauwe frambozen. Goed, zo. Zo. Niet te veel. Is goed, niet te veel, schat. Oh, aardbeien. Oh, dit is een lekker mosje. Wil je nog wat erin? Natuurlijk, ben ik vergeten. Moet ik op het laatste erin dat hij klaar is? Schat, dat doe je dadelijk erover. Als hij klaar is. Oké. Mag je de deksel erop doen? Oh, zo lekker. Wil je helpen met het poppetje maken? Het ziet er lekker uit. Ziet het er lekker uit? Te lekker. Willen jullie daar ook allemaal een slokje van Jelisha proeven? Ja. Iets meer dus. Zo? Stop! Ja. Deksel weer erop. Hand op de deksel leggen zo meteen. Ik doe dat. Omdat, het is mijn deel, sick.
knop. Ja, duw maar op de knop. Doe er maar wat bij. Allebei? Ja, ik denk niet dat het smaak. Zo. Kijk uit met schudden, hè? Niet te veel. Goed zo. Oma, 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 oma. Zo, Anne. Ik weet niet of je het te zeggen. Nou, ga je nog een keertje mixen met de deksel erop. En dan pak je glas. En Jaden. Jaden denkt, jammer, jammer, jammer. Draaien. Weer de andere kant, richting Shania. Ja. Beetje hoger houden, anders maar gaat het ernaast. Het ziet er vies uit. Dat is milkshake, jong. Het ziet echt vies uit, man. Milkshake, ja, die ziet er altijd vies uit als je fruit doorschudden hebt gedaan. Vies. Nou, jullie, je gaan maar proeven je eigen milkshake. Hè? Lekker. Dan is de volgende in de beurt. En dan gaan we een plekje schuiven. Jelisha gaat naar de stoel van Jaden. En Jaden gaat naar de stoel van Jelisha. Jaden, je droog maken. Alsjeblieft, je hoeft niet droog. Zet hem maar erop. En wat wil jij erin, jongen? Ja. Hij moet klikken. Goed zo, Jaden. Ik wil. Jij wilt bessen? Ja, dat wil ik. Oké, chocola. Ja, en... Aan ijs? Ja. Oké. Okay. We hebben ook yoghurt hè? En melk, hè? Geen ijsblokjes. Mama, het ijs hier in de yoghurt is echt lekker. Ja? Ja. Nou, dat is wel pas van mij. Maak het zo. Ja, mag ik ook een kopje? Hé, ik ben echt kapot. Doe jij een beetje rustig, want Alex sla je kapot. Je moet wat meer eten, jongen. Wat meer? Ja. Zo. Dat doe je met de vinger. Met je vinger doe je er langs af. Dat is genoeg. Oké. Okay. En nu? Nou, ik hoop dat jullie zijn ook zo lekker was als je wist. Ja, ik ben het benieuwd. Maar doe er lekker zo in. Doe het in een zakje leeghalen. Goed zo, Jaden. Oké, okay, Jaden. En dan moet er nog wat melk bij. Melk? Ja. Goed zo. Kijk je uit, schat. Voor je weer gaat morsen. Ga staan bij Jaden. Moeten we weer. Ja, dit is genoeg. Is dat genoeg? Ja. Goed zo, Jaden. Deksel erop halen. En? Doe nog maar een keer. Ik zie enkel geen fruit meer. Oh, netjes. Deksel weer eraf. Denk je dat die klaar is dan? Oké. Okay. En dan wat zout erin. En mogen wij ook proeven? Chocola? Ja. Oh, Jadentje. Je flikkert altijd maar weer, hè? Maar niet te veel. Nee, niet te veel. Schenk hem maar helemaal vol, lieve schat. Niet helemaal. Hoe smaakt die? Laat mij eens proeven dan. Lekker? Oké, Teuntje. Doe bes. Wat ga jij maken? Nou zeg! Aardbeving. Ga jij daar pakken, Jason? Oh ja, dat wordt een lastige keuze. Dan, ik heb het geen idee. Ik heb de aardbeien zijn denk ik bijna op. Nana! Een banaantje. Oh ja. Anna, smaak het jullie? En jong, wat ga je ze doen pakken? Wat is er een jong? Hij gaat kwark pakken, er liggen lepels. Geef eens een lepel aan die Vano. Ja. En ga je de kwark shake maken. Oh. Kijk ze het gezicht. Ja, dat ga ik ook dan. Het ziet er echt vies uit. Kwark is lekker. Met zoiets. Het ziet er echt vies uit in de shake. Nee hoor, ik denk dat je dat echt moet proeven. Nou, maar ik denk ook als het lekker gaat zijn. Maar hij bokst het, mensen. Ik pak van alles wat. Ga je nou nog alles erin doen? Nee, niet alles. Doe je gewoon. Doe je gewoon alle ingrediënten en je laat de ene maar slaan. Die! Het ziet er wel lekker uit. Oh, hey. Zoet
Nou, morgen kan je naar de tandarts. Nee. Het is wel een mooie kleur, eerlijk is eerlijk. Ja, dezelfde kleur als mij. Weet je, dit is groot, net als mij. Een echte smoothie heeft hij. Anja, hoe smaakt die? Lekker. Serieus? Oké, Jason. Wat ga je maken? A koeke banana, koeke banana. Ja, la 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 la. A koeke banana, koeke banana. Eten plannen. En Jason, die doet nu. Hallo, Jason. Bananen, gewoon in dat ding. Banaan, koeke banaan. Oh, dat is gelijk genoeg. Het ijs, koeke banaan. Nog één klein beetje en dan heb je hem klaar. Daar is het ijs. Je hebt ze niet zoveel. Koeken. Mijn lieveling. Jesse. Homa. Homa. Ja, homa, 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 homa. En nog frambozen. Alles is van mij. Deze neem ik erbij. Alles is van mij. Deze neem ik erbij. Deze is van mij. Dekseltje of ben je nog niet klaar? Wat is Jason? Nou, dan ben ik toch eens benieuwd. Ja, dat is echt leuk om die op het knopje te drukken. Leuk natuurlijk. Oh. Deze is mooi, dat is niet. Maar het niet, Jason. Ik denk dat het gaat smaken. Ik denk dat jij anderhalf glas hebt. Ik denk dat je een halve glas of zo hebt. Oh, dit is een... Serieus, lekker. Chinaatje. Ja, ah, nu is het lekker gesmolten. Eet lekker. Pak ze wel als je wilt. Weet je wat je doet? Pak gewoon een bak en je schudt gewoon helemaal erin. Nee. Jezus, doe dit. Ik wil water smoothie. Ik wil erin eten. En de, ik denk persoonlijk als het best wel lekker gaat smaken. Ik denk persoonlijk wel. We zullen het zien. Kijk wat het er doet. Met yoghurt en ijs. Maar lekker. Suiker. Lekker, schat. Ja. En dan zijn ze allemaal stiekem weggevlogen. En wie kan hier een poetsen? Alles voor jou, wat is voor jou? Dit, hè? Nee, kom maar in. Voor mij. Als je die schat. Nou, dan gaan we maar even opruimen. Tafeltjes weer opgeruimd. Telefooncentrale, Sittard, hoe gaat het met jullie? Goed. Met wie zijn jullie aan het praten, aan het spelen? Met Snaya. Ik en Snaya zitten dit spel te spelen. Ik ook. Maar net moet mama heel even een andere account opzetten. Dezelfde account. Maar mama, het is geluk. Ik heb wel Snaya nog als vriend. Oké. En dit is mijn lievelingsspel. Nou, veel plezier. Mama gaat tussendoor weer eventjes een vlogje draaien voor Coop Life Extra. Ja. Namelijk voor onze Coop's Kitchen. Hou Coop Life Extra in de gaten. Op iedere vrijdag zet ik daar nou voorlopig om 9 uur 's morgens een vlogje op waar ik iets mee doe met koken. Dus willen jullie dat zien wat ik allemaal maak? Hou het kanaal goed in de gaten. Vrijdagmorgen 9 uur komt er weer een nieuwe Coop Life Kitchen voorbij. En jongens! Veel plezier! Klein voorproefje voor Coop Life Extra. En willen jullie weten wat het hoort? Dan moeten jullie vooral het kanaal in de gaten houden. Dit is schiet. Rennen! Zoek dekking, jongen! I'm your worst nightmare. Oh. Ja, het zie je ook in de kogel. Ik heb hem nog niet. Ja, kom maar. Auw. Ja, nee, die kogel is van mij.
Wil je hem terug hebben? Ja! Jij wil hem terug hebben, dan komt hij, hè? Oh, de verkeerde! Pak hem snel, snel, snel! Ja, dat was hem! Nou, papa is lekker met de kinderen aan het spelen en mama gaat weer lekker verder. Ik zou zeggen, TP, vonden jullie de leuke video? Deel like hem en dan vooral druk een belletje, heb je het nog niet gedaan. En morgen natuurlijk zijn we er weer. Doei! Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het eventjes snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer!